Beste sporters en sportverenigingen in Velsen. Normaal gesproken zou op deze velden achter me het schoolvoetbaltoernooi plaatsvinden. Bij de velden van VVM Muiden en hier op de velden van Strawberries rond Pasen het paastoernooi. Met sportende kinderen en ouders die aanmoedigen. Helaas is ons dagelijks leven op dit moment verre van normaal. Door de coronacrisis zijn op dit moment alle sportaccommodaties gesloten. Daardoor gaan ook alle wedstrijden en trainingen niet door. Als wethouder sport raakt me dat. Doet me pijn om te zien dat er niet gesport kan worden in groepsverband. Toch is het nu belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. Alleen zo kunnen we met z'n allen het coronavirus overwinnen. Het is raar om te zeggen als wethouder sport, maar ik ben blij om te zien dat de sportvelden achter me nu leeg zijn. Want dat betekent dat jullie je aan de regels houden. En dat waardeer ik. En dat is ook nodig. Maar betekent dit dat je nou helemaal niet meer naar buiten kunt? Nee, je kunt wel naar buiten om even een frisse neus te halen. Ik maak ook met mijn hond Sarah dagelijks één of meerdere ommetjes in de buurt. En natuurlijk zorg ik er dan wel voor dat ik altijd 1,5 meter afstand houd van mensen die ik tegenkom. Wil je hardlopen of fietsen om in conditie te blijven? Ga liever alleen en houd altijd die 1,5 meter afstand tot andere mensen. Ook thuis kun je je conditie prima op peil houden. Op internet staan veel filmpjes met oefeningen die je thuis kunt doen of in de tuin. De huidige situatie heeft een enorme impact op de sportverenigingen in Velsen. We weten nog niet hoe lang dit gaat duren en dat betekent onzekere tijden voor verenigingen. Zo zijn er geen barinkomsten meer, geen inkomsten meer van evenementen. En ik kan me voorstellen dat jullie je zorgen maken over je financiële toekomst. De gemeente Velsen en het Rijk laten sportverenigingen in deze lastige tijd niet alleen staan. Waar mogelijk zullen we helpen. De Rijksoverheid heeft onlangs ook bekendgemaakt dat sportverenigingen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 kunnen ontvangen. Meer informatie daarover vind je op de website van de Rijksoverheid. En ook de gemeente Velsen zal jullie informeren op alle mogelijke maatregelen. Ook kijk ik samen met mijn collega-bestuurders op welke manier de gemeente Velsen de sportverenigingen kan helpen. Wij willen er alles aan doen om te zorgen dat sportverenigingen niet in financiële problemen komen. Samen gaan we deze periode doorkomen. Ik kijk uit naar de dag dat er hier achter me weer gesport kan worden. Dat er wordt gelachen op de velden. Dat er gewonnen wordt, verloren wordt, hard getraind wordt. Sportief Velsen weer te zien. Let goed op elkaar. Blijf bewegen. Maar blijf vooral gezond. Sterkte allemaal.